Goedemorgen allemaal. Vandaag heb ik een vrije dag en wat vandaag op het programma staat is onder andere de gebitscontrole van Arienne en Mattie bij de dierenarts. Ik weet niet hoe dat landelijk is geregeld, maar in ieder geval hier in Gouda is het zo, elke maand februari is de maand van het gebit. En dat wil zeggen dat je dan een gratis gebitscontrole kan krijgen voor je katten of hond of konijn. Vissen lijkt me een beetje moeilijk. Dus dat gaan we vandaag doen. Dus we gaan straks met Mattie en Arienne naar de dierenarts. Marcel is inmiddels ook al hier. Die gaat me een beetje assisteren. Voornamelijk met het vervoer ernaartoe. Want het is toch wel lastig om twee katten te dragen. Dus dan neem ik Mattie achterop op de fiets. Dan ga ik lopen met de fiets. En Marcel die kan dan Arienne dragen. Bij de dierenarts wordt gecontroleerd hoe hun gebit ervoor staat. En ik hoop dat ik straks mag filmen. Maar als dat niet mag, dan laat ik het straks even weten hoe het precies allemaal gegaan is. Voor Arienne is het haar allereerste gebitscontrole. En ik ben benieuwd hoe het gaat met het wisselen. Ze moet inmiddels wel klaar zijn met wisselen van haar kittenkiesjes. Mattie ben ik ook benieuwd naar. Want met Mattie is het namelijk zo. Hij heeft al jarenlang, al vanaf kittens af aan, chronisch tandvleesontsteking heeft hij. En dat wil zeggen dat zijn tandvlees altijd best wel rood en gezwollen en pijnlijk is. En daar heeft hij echt al heel lang last van. Ook toen hij een jaar of twee was, is hij een keer geopereerd. En zijn er een aantal kiezen verwijderd. Sindsdien gaat het wel ietsje beter. En het tandvlees is ook wat rustiger geworden op de plekken waar de kiezen verwijderd zijn. Maar de dierenarts heeft toen de tijd wel gezegd, ooit zal alles eruit moeten bij hem. Alle elementen. Dus ja, maar het is nog even afwachten wanneer dat moet gebeuren. Zolang het goed gaat, hoeft het nog niet. Maar als het achteruit gaat, dan moeten al zijn gebitselementen verwijderd worden. Dus we gaan nu straks ook horen hoe zijn gebit er nu voor staat. En ik ben daar zeer benieuwd naar. Eerst maar eens kijken of ik ze kan vangen. Dat is altijd een crime hier, katten vangen. Vooral met Mattie. Die heeft altijd precies door wanneer hij naar de dierenarts moet. En weet zich dan altijd zodanig te verstoppen dat we hem bijna niet te pakken kunnen krijgen. Dus ik ga ze eerst maar eens vangen. Ja, nu ligt ze nog rustig in haar mandje. Zij weet niet wat ze straks boven het hoofd hangt. Een gebitscontrole bij de dierenarts. Vind je het spannend? Ze is een halfjaartje oud. Ja, vind je het spannend? Mooi. En zijn er problemen met het gebit? Bij haar volgens mij nog niet. Als het goed is, is ze aan de onderhand klaar met wisselen. Ja, gaan we even naar kijken of dat allemaal klopt. Of het allemaal goed staat. Spannend, hè? Zetten we die even op de grond. Mag ik even kijken bij je? Goed zo, zeg. Knap, hoor. Nou, de tanden op zich zien er keurig uit. Alleen het tandvlees. Ja, wat je zegt, dat randje dat is wat rood. Dat kan eventueel nog wel te maken hebben met het wisselen is wel iets om even in de gaten te houden. Ja. Zeker met de entingen. Als ze weer... In juli moet ze. Dat we daar even naar kijken of dat inderdaad hiermee te maken heeft. Of dat dat een andere oorzaak is. Ja. Ja, aan deze kant is het inderdaad minder. Voor de rest ziet het er goed uit. Hieronder ook. Dus ja, het is hier echt een beetje ontstoken. Dat is een beetje gingivitis-achtig. Oké. Okay. Ja, maar ja, er zit eigenlijk helemaal geen tandsteen natuurlijk. Dat kan ook eigenlijk nog niet op deze leeftijd. Nee. Ja, maar misschien dat het een beetje met het wisselen te maken heeft. Zou kunnen. Voor de rest zit hier heel klein beetje beginnend. Het staat verder allemaal goed op elkaar. Alles is goed doorgekomen. Ja. Ze doet het keurig. Ja. Goed zo hoor. Ja, het is lieverd. Goed zo zeg. En dus dit is gewoon iets om in de gaten te houden. Ja. Maar ik zie verder geen afwijkingen of redenen om verder nu op dit moment iets te doen. Nee. En hieronder is het eigenlijk ook niet. Nee, het is echt alleen dat bovenstukje. Ja. Ja. Nou ja, ze moeten in juli weer voor controle en inlichtingen. Laten we dan gewoon even naar kijken. Hè. Dat is rechtsboven wat rood is inderdaad. Heeft hij al eerder problemen gehad of heb je klachten over zijn gebit? Hij heeft chronische gebitsontsteking. En zijn toen een paar jaar geleden al een paar elementen verwijderd. Bij een paar wat de schuur is dat gebeurd. Dat zal je zo ook wel zien. Maar hij heeft gewoon chronische stomatitis, noemen ze dat. Gingivitis stomatitis? Ja. Die gingivitis stomatitis, dat is heel pijnlijk, hè, in je bek.
En vaak zie je ook bij de kaakomslagen dat het een beetje rood is. Dus als ik die bek open doe, dan kan het inderdaad best wat pijn doen. Zullen jullie erin laten zitten of zullen jullie eruit halen? Hij is heel rustig, hij laat alles toe. Het is een hele makkelijke kat. Roodheid van het tandvlees, maar op zich mee. Ja, hieronder is het echt wel echt rood. Ik zie daar ook een puntje. Ja. Dus dat zou kunnen zijn dat daar een tandresorptie zit. Dan zie je vaak zo'n klein puntje en dan zit er onder het tandvlees, zeg maar hier. Daar zit een soort gaatje en dat is. Dat kan een beginnende oplossing zijn, maar dan moet ik ze zo eventjes in prikken. Want dat kan ik zo niet met zekerheid zeggen. Ja, het is hier ook allemaal rood. Maar je ziet wel de plekken waar geen kiezen zitten, is wel ietsje beter. Heb ik het idee. Oh. Schok. Nou, de kaakomslagen zelf die zijn eigenlijk. Niet echt rood. Dus ik twijfel ook een beetje of het dat echt is, hoor. Of hij dat echt heeft. Ik pak heel eventjes een pocket swab. Hij reageert er ook heel erg op. Het gaat bloeden. Het gaat bloeden. Wat is dit kiesje inderdaad? Daar zag ik zo'n rood puntje. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat er een tandresorptie is. Dus dat je worteltje vaak al aan het oplossen is. En dat proces dat is op zich wel pijnlijk. Daar hebben ze wel last van. Ja. Dus eigenlijk zouden die eruit moeten. Oh jee. Ja. Wat ik net al zei, het is op zich een pijnlijk proces. We kunnen eventjes, als die dan onder narcose is, dan checken we alles even, lopen we alles even na. Ja. Wat je vaak ziet als ze dat hebben, is dat het bij meerdere elementen voor kan komen. Ja. Dus, maar ja. Hij heeft er sowieso nu al twee. Ja, hij heeft er nu sowieso al twee. Dus je moet dan eigenlijk even foto's gaan maken en kijken hoe de hoed er allemaal uitziet, hoe die wortels eruit ziet. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk even van alle kwadranten doen. En dat je van boven, onder en de andere kant, links en rechts, boven en onder even foto's maakt om te kijken hoe die worteltjes eruit zien. En of daar al ook zo'n proces gaande is, ja of nee. En natuurlijk gaan we onder narcose ook even het hele gebit langs met die pocket swab om te kijken. Of daar verder nog rare dingen in zijn. Mm-hmm. Maar hij doet het keurig. Ja, het is een hele makkelijke kater. Nou, even voor de duidelijkheid. Mattie wordt volgende week donderdag geopereerd aan zijn gebit. Dan gaan ze sowieso die twee kiesjes die al helemaal slecht zijn weghalen. En dan gaan ze ook de rest nog even goed nakijken hoe dat allemaal gaat. Is niet leuk. Arme Mattie, die laat zich momenteel ook niet zien. Die is helemaal was apropos van het dierenartsbezoek. Ik zal ook wel even zeggen voor de duidelijkheid. Ik heb dit net, wat je net zag bij de dierenarts, heb ik niet zelf gefilmd. Dat heeft Marcel gedaan. Want het is natuurlijk ook een beetje raar als je aan het vloggen bent. En je bent ook nog eens bezig met een consult. Ik vond dat niet kunnen. Dus ik had gevraagd of Marcel wilde vloggen. En ik heb dan gewoon het consult kunnen doen met de assistenten. En ik zeg er nu ook alvast bij, ik ga de operatie, nou ja, daar ben ik natuurlijk sowieso niet bij. Maar ook het onder narcose brengen, ik ga dat niet op film zetten. Want ik vind er zijn wel grenzen met wat je moet vloggen. Dus dat ga ik niet doen. Ik zou jullie natuurlijk wel op de hoogte houden, uiteraard. En ik zou jullie erover vertellen hoe het gaat. Maar ik ga dat niet op film zetten. Moet je nou kijken wat ik zie op weg naar boodschappen doen. Een bordje met mijn naam erop. Dat is grappig. En dit is dan onze lunch. Lekker broodje knakworst. Maar ik weet niet of ik nog wel eetlust heb toen ik zag hoe het erop stond. Varkensvleesproduct in schapendarm. Het is dat ik zo van knakworst en braadworst hou, want anders was mijn eetlust gelijk bedorven. In ieder geval eetsmakelijk. Nou, ik heb van de week bij de Action een paar vlogattributen gekocht. Wat je achter ziet is een statief. Daar past zowel mijn telefoon als mijn Nikon-camera in. En een selfie-stick. En ik heb alles getest en het werkt. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En wat ik ook nog gekocht heb, maar wat je hier niet ziet, dat is zeg maar dat je op je fiets kan vloggen. Dus dat je zo'n houder hebt die je op je stuur kan klikken. Waardoor je dus op de fiets ook kan filmen. Nou, gewoon bij de Action gekocht. Het was bij elkaar misschien 10 euro, alles bij elkaar. Ja.
Of het goede kwaliteit is, dat durf ik niet te zeggen. Maar voor een beginnende vlogger zoals ik is het ideaal. Nou ja, genoeg slecht nieuws over Mattie vandaag. Maar we gaan ook nog iets leuks doen. Namelijk, we gaan Marcel's haar kort wieken. Marcel, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, we hebben een splinternieuwe tondeuze hier zo. Die kan vanaf 3 mm precies kan die werken. En jullie gaan nu getuigen zijn hoe ik Marcel zijn kop kaal scheer. Ik bedoel, hoe ik zijn haar kort wiek. Marcel, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Daar gaan we. Zo, dat wordt aardig dun hoor. Dan gaat hij heerlijk soepel erin. En dit is dan het eindresultaat. Ik moet zeggen, best goed gelukt. En je wilt niet geloven, maar ik had het binnen 10 minuten gepiept. De achterkant. Zijn nek heb ik misschien net iets te kort gedaan. Maar volgens mij loopt hij niet voor paal. Ik zou zeggen, als je vindt dat ik hem helemaal kaal had moeten scheren, doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo, dat was mijn dagje wel weer. Ik ga naar bed. Ik ben doodop. Morgen weer vroeg op om te werken. Bedankt jullie allemaal weer voor het kijken. Vonden jullie het een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. En wil je meer zien? Abonneer op mijn kanaal. En vergeet ook niet het belletje. Als je dat aanklikt, blijf je op de hoogte van alle updates. Slaap lekker en tot de volgende vlog.